Goedemorgen jongens. Gaan jullie mee? Jimmy Nelson, die van Britse komaf is, maar al bijna 20 jaar in Nederland woont, is wereldwijd bekend geworden door zijn foto's van inheemse stammen. Om uit te kunnen leggen waarom en hoe hij dit doet, wil hij de jongeren eerst vertellen over een aantal nare ervaringen in zijn jeugd. De eerste 7 jaar van mijn leven leefde ik een beetje zoals Mowgli. Weet je wie Mowgli is? De Jungle Book. Allemaal buiten. Mijn vader was een geoloog. En hij woonde in Afrika, in Papua-Nieuw-Guinea en Zuid-Amerika. En ik was met hem als kind. Naakt, in de jungle, in de woestijn. Heel vrij. De leukste jeugd wat er is. En toen ik 7 was, zeiden ze, je moet leren Engels schrijven en lezen. Dus ze hebben mij gestuurd naar een kostschool. En de school was, geordend door priesters. Mijn ouders dachten, leuke plek, heel veilig voor mijn kind. Dus ze hebben mij daar natuurlijk gestuurd. En ik kwam er aan. Ik kwam er aan, heel jong, heel naïef, met grote ogen, met vol vertrouwen van de wereld. Dan, omdat het een verstopte plek was, dit is moeilijk om te vertellen, maar mag ik het in Engels doen? Yeah. Because it was a hidden place, they had their own rules. The priests abused all the children. Maar niet alleen maar abused, ze hebben ons niet alleen maar geslaan. Omdat het een best wel een afgelegen plek was. Ze hebben ons gewoon seksuele misbruikt. Ja. De priester, de leraren daar, die mishandelden de kinderen seksueel. En elke avond, I can't describe it. Je lag in je bed met angst. Komen ze mee vanavond, pak of niet? Maar wat heel bijzonder is van de mens, is je overleeft het. It's really weird. Maar de manier dat je dat doet, je haalt de stekker uit van je emoties. Je vergelijkt jouw dingen. Het is moeilijk om die confrontatie aan te gaan met jezelf. Maar nu staat er ook iemand met shit en die het ook heeft geflikt. En de enige manier om dat te vluchten was een zaklamp. Met die zaklamp had ik een hele grote stapel kuifjes onder mijn dekens. En met kuifje ging ik weg. En hier ben ik op 16. En ik was met mijn ouders op vakantie en die woonden in Afrika ergens. En ik had zwaar malaria. En toen zeiden mijn ouders, de vakantie is voorbij, je moet terug naar de priesters. Die gaan goed voor jou zorgen. En ze zeiden, you have no idea what they're fucking doing. En toen hebben ze mij een pot pillen gegeven met een hele zware antibiotica in. Per ongeluk. En ik ging naar bed en ik word wakker de ochtend daarna. En ik kijk in de spiegel en al mijn haar is in 1 nacht uitgevallen. U heeft die antibiotica toen 1 dag genomen? 1 dag. 1 dag en daar heeft u eigenlijk uw hele leven. Ik ging naar bed. Ik ging diep in slaap vallen in verdriet, zoals elke avond. En ik ging naar de spiegel. Ik was net begonnen met scheren. En ik keek in de spiegel en ik zag dit. En ik voelde me al naar. Ik haatte, I hated my body. I hated my head, omdat iedereen zegt dat je dom bent. Ik ben niet dom. Wacht maar tot je ziet wat ik doe. Ik ben niet dom, maar ik ben niet normaal. Ik kan niet normaal leren. En je wordt wakker en je kijkt in de spiegel en oh fuck, I look like shit. I literally look like an alien. En ik in die ochtend daarna ging de ontbijtzaal in. Daar zijn 1000 kinderen. En ik liep naar binnen in de zaal. Denk maar aan Harry Potter. Al die kinderen in die hele grote zaal. Iedereen stil. Verdriet in hun ogen. Oh jee. En ik schreeuwde. This is Jimmy. Dit ben ik. Ik ben hier. En mensen keken naar mij en zeiden, nee, maar je bent geen Jimmy. Dit is iemand anders. En ik zei, dit ben ik. En dan realiseer je door beoordeling, judgment. In 1 nacht ben ik iemand anders geworden in de ogen van anderen. Het doet me best wel veel eigenlijk. Bij de gymschool komen we allemaal voor moeilijke dingen. En dat als iemand dan les komt geven, zo van, hey, ik ben er ook uitgekomen, dan krijg je toch meer vertrouwen. De belangrijkste ding voor mijn jeugd in die kostschool was met opreis met kuifje. En ik dacht, ik wil kuifje worden, ik wil weg, I need to get away. En ik dacht, waar in de wereld ging kuifje naartoe, waar iedereen kaal was? Dat is Tibet. Het is heel veel monniken. Ik ging naar Tibet en ik heb daar 2 jaar gewoond. Ik nam een hele ouderwetse toestel mee, een oude camera. En door die 2 jaar heb ik iedereen die lief voor mij was, heb ik gezegd, I need to make a record of you. You brought me back to life. Snap je dat? Ja, het is heel diepzinnig. Ja, maar echt. En ik kwam terug. En toen heeft iemand tegen mij gezegd, weet je wat je moet doen? Je moet fotograaf worden. En mijn ouders zeiden, dat mag je niet doen, dat is geen beroep. Daar ga je niet van leven. So I said, fuck you. Jimmy werkte een paar jaar als oorlogsfotograaf. Daarna reisde hij naar alle uithoeken van de wereld om uitstervende inheemse stammen vast te leggen. Daarmee oogste hij lof, maar ook heel veel kritiek. Jimmy Nelson's wrong-headed obsession with vanishing indigenous peoples. Toen was ik woedend. Hoe kan jij dat tegen mij zeggen? Je snapt er niks van. Ik wil het even uitleggen. Ik heb een stamhoofd nodig. Je bent het dichtstbij, moet je mooi blauw haar. Ik kom naar jouw dorp, ja? Ja. It's really in the middle of fucking nowhere. Als mensen daar naartoe gingen, kwamen ze vanuit hier. Met een hele grote ego en grote helikopters en grote lenzen en allemaal een grote entourage. En die mensen zijn bang.
Bang voor ons. Bang voor witte mensen die komen met al hun macht en hun kracht en hun materialism. Als je daar naartoe komt en je komt als niemand, ja? En je zet jezelf hier neer. En je legt jezelf heel kwetsbaar voor. Ze hebben, they've won. They're in control. So, er is geen machtsspel meer. En we keken naar elkaar. En het is heel bijzonder. En het begint een soort van communicatie. En ik zei, Amina, je bent zo mooi. You're amazing. And, oh, and if you stand like this, like that, wow, turn up this way. Oh, you're incredible. Wow. And the feathers in your hair, and wow, look at this, and you're blue, and stand up straight like that. Oh, you're beautiful, wow. And it begins a sort of van dans. En we zijn bijna klaar. En Mina's begint een beetje, ja, ik ben iets. Ik voel me iets. Ik zie dat je mij ziet. En ik zeg, shit, it's too donker here in the jungle. Ik heb meer licht nodig. Iedereen staat op zijn puntje van de stoel, de manier hoe hij zijn verhaal vertelt. Hij staat niet op één plek, weet je zo. Nee, hij springt op tafel. Hij haalt leerlingen erbij. Hij maakt van alles, maakt hij gebruik. En ik neem al die mee en daar is de zon. Staan. Hop. En je ziet de zon daar. Down. Oké, en daar. Okay. Ja, en zo'n les gaat dan heel snel voorbij. Het hele dorp kijkt naar haar. Het hele dorp met reflectors. En ik ga terug naar de camera en ik maak een foto en dan boom. Ja, daar is Amina met een gele gezicht, maar je snapt wat ik bedoel. Met een veer door haar neus. Jimmy's ervaring is dat na de eerste foto bijna de hele gemeenschap ook graag gefotografeerd wil worden. Jimmy denkt dat dat komt omdat hij ze in hun kracht laat zien. De laatste onaangeraakte stam op aarde zijn niet gezien als helden in hun kracht. Ja? Ze zijn traditionally gezien als minderwaardige, naakte mensen. They have no material wealth. So we denken dat they're less and we're better. It's bullshit. Ik denk, wij kunnen hun volgen, de toekomst in. We hebben geen enkel idee over de natuur en hoe belangrijk het is voor ons en de toekomst. Die mensen wel. Jimmy bezocht meer dan 40 landen en hun oorspronkelijke bewoners. Een paar jaar later ging hij terug naar mensen die hij gefotografeerd had. En die vertelden hem over de impact die zijn foto's op hun leven hebben. Andere mensen nu komen vanuit het hele wereld naar ons toe en ze zeggen maar, mogen we een Jimmy-foto van jou maken? En zei, ja, maar is dat goed of is dat slecht? Oh, het is ontzettend goed. Het is zo goed. We kunnen nu aan verdienen. Toen je eerst hier naartoe kwam, onze cultuur was bijna dood. Er waren alleen maar 40 mannen. En de afgelopen 5 jaar zijn ons talen naar 400 gegaan. Wauw. Door de maken van de foto. Omdat je hebt ons een gevoel gegeven. En ze komen allemaal terug vanuit de stad, de vieze stad waar er niks is. Terug naar de mooiste natuur op aarde. Terug naar een cultuur, terug naar elkaar. En terug naar hemzelf. Wat je geeft, dat krijg je terug. En wat je krijgt, moet je teruggeven. En dat laat hij ook zien in zijn foto's. En de waardering voor alle culturen en voor de mensen om zich heen vind ik gewoon super mooi. Weet u een van jullie waar Sudan is? Oost-Afrika. Ja, zoiets. Ja. Dit is het. Niet alle ontmoetingen die Jimmy heeft op zijn reizen verlopen even vreedzaam. In het door oorlog geteisterde Sudan werd hij bedreigd door een groep jonge mannen met geweren. Dat hij toch overleefde, heeft hij te danken aan zijn eigen foto's. En ik stapte de auto uit, omringd door wilde naakte kinderen met wapens, met kogels in. Allemaal met rode ogen, schreeuwend en boos en woedend. De children soldiers, volgestopt met katdrugs en wapen gegeven en zeggen, je gaat voor ons vechten. Ik dacht, ik ga dood, ga maar gewoon doodschieten. Ik begon niet te huilen, maar ik begon te denken, dit was een hele bijzonder leven wat ik heb meegemaakt. Heel bijzonder, maar hier gaat het einde. En ik keek dan boog en ik zag een van de kinderen hadden hele zware littekenen op zijn voorhoofd. Maar het is de merk van zijn stam. Dus ik had een van mijn boeken stiekem vanuit de tas neergelegd. En ik deed op zijn hoofd, ik zei, kijk eens aan je hoofd, kijk eens in de boek. En weet je wat hij deed? Het was heel bijzonder. Hij keek naar beneden en hij zei, oh. En hij heeft zijn wapen neergelegd en ik ging op zijn knieën. En hij begon in de boek met zijn vinger te wapperen. En naar zichzelf, alsof te zeggen, dat ben ik. Daar kom ik vandaan. En één na de andere van de kinderen ging om zijn heen, wapens neer en begon in de boek te kijken. They say, why are you here, Jimmy? And I said, I'm here to see the Mundari. Ik zei, we gaan met je meegrijzen om jou te beschermen van al die enge mensen. Wajo. En toen zijn ze met ons meegegaan, 2 weken lang hier naartoe. Wat wou ik overbrengen is om de kinderen het gevoel te laten durven om te springen leven in. Met al hun bagage. En ontarm waar ze zijn vandaan gekomen, alles wat ze hebben meegemaakt. En dat gebruiken om eigen identiteit en authenticiteit te ontdekken. Als je mijn aandacht zo lang en indrukwekkend, dat ik echt kijk ook,
Ja, dat is volgens mij nog nooit op school gebeurd. En daar ben ik oprecht over. Dat is de ultieme. Maar en dan als ik een prijs wil in leven, om dat te horen, daar gaat het om. Ja? Dan begrijp jij mij. Het is helemaal verbaasd, omdat hij was een van de meest afstandelijke. Het is een hele stoere jongen. En hij gaf de compliment. En dat is het leukste wat er is.